Goedenavond, beste medewerkers van de pers. KSK Hest, Standaard Wetteren, geëindigd op 1-1. Na toch wel een boeiende partij, denk ik, voor de toeschouwers. Ik heb naast mij de twee trainers, Wim de Korte van Standaard Wetteren en Francis Boskaerts van KSK Hest, die hun visie over deze partij zullen geven. Nadien is er natuurlijk gelegenheid tot vragen stellen indien gewenst. Ik geef natuurlijk eerst het woord aan de trainer, of aan de bezoekende trainer, Wim de Korte, trainer van Wetteren. Ja, eerst en vooral wil ik mijn respect tonen ten opzichte van de voetbalclub Hest. Ik heb veel bewondering wat die mensen de laatste jaren aan het realiseren zijn. Mijn felicitatie daarvoor ook voor de trainer. Hest wordt moeilijker en moeilijker te bespelen. We hebben een lijf ondervonden. Ze rijden nog een mooi parcours af. Wij mogen wat wij vandaag een punt meenemen, dat is ook voor een stuk onze verdienste. Wij hebben een partij gezien die vooral een fysieke stap geworden is op een bepaald moment ook door de toestand van het terrein. Wij zijn voor onze mogelijkheden gegaan, zeg maar, vandaag. We hebben onze kansen gehad, we hebben de kansen toegestaan. Al bij al zijn dat wedstrijden die je nog in extremis kunt winnen en nog kunt verliezen. Dus ik denk dat voor de neutrale kijkers toch wel een aangenaam of een boeiende wedstrijd was vandaag. Dus al bij al denk ik dat we moeten content zijn, al moeten wij qua efficiëntie toch verbeteren om eens naar die drie punten te mikken wat nodig van onze doelstelling blijft. Alsjeblieft. Dank u vriendelijk voor deze toelichting en dan nu het woord aan Francis Boskaerts, trainer van KSK Hest. Dank u wel, Wim, voor de lovende woorden. Ik denk dat de wedstrijd inderdaad een zeer goed niveau had en tweede klasse dik waard was. Want als je nu vooraf de wedstrijd hebt bekeken en je ziet daar 30 Vlamingen op staan, dan zou je denken dat je een wedstrijd in derde provinciale gaat bijwonen, denk ik. Maar gelukkig, het niveau van de wedstrijd was wel van tweede nationale. En dit is in feite een unieke wedstrijd tussen twee gelijkwaardige ploegen die ook met dezelfde middelen strijden. Dus spelers die van kort bijkomen, trainers die al heel lang trainer zijn bij de club, managers die met een relatief klein budget werken, maar die toch een plan trekken en die knokken en werken om te overleven in tweede nationale. Voor Wetteren is dat het tweede jaar, voor ons het eerste jaar. En ik denk, en ik ben ervan overtuigd, dat we allebei dit jaar gaan slagen in onze opdracht. Dus de wedstrijd was volgens mij, zoals Wim zegt, heel fijn voor te volgen. Met veel spannende fasen, snelle omwisselingen, constant gevaar voor de goalen, heel zwaar veld, een echte fysieke slijtageslag. De eerste helft denk ik dat we een aantal keer echt gevaarlijk in de vaklijn zijn geweest en dat er veel scrimmages voor het doel van de vroeg waren waar dat we hadden kunnen scoren. Maar ik ben volledig akkoord met de bezoekende trainer als hij zegt wanneer dat ze efficiënt zijn, dat ze dan ook hadden gaan rusten met een voorsprong. Want Steven Oleslaag die pakt toch wel twee gemaakte goals, denk ik. En ik denk dat hun sluitschutter Jan de Lange had moeten scoren de eerste helft. Hij kreeg twee heel goede kansen. En als het 0-1 of 0-2 daar wordt, dan hebben we niks te zeggen. Alhoewel, in feite was de stand terecht gelijk. Maar de twee kansen van Wetteren, die waren de beste van de match. En dan in de tweede helft hebben we de knop voor wat we waard waren. Maar wederom moesten we dus een snelle tegengoal pakken. Ja, dat werden de verdedigende fouten gemaakt bij ons. Als Wim plaagt een beetje van de efficiëntie die beter kan bij Wetteren, dan moet ik zeggen dat het verdedigen toch nog altijd beter kan bij ons. En dat de goal van Wetteren van de Lange nu zijn derde kans mogen er natuurlijk geen 3 geven. Want dan scoort hij wel dat daar niet goed verdedigd werd. Ik moet dan nog eens kijken op de beelden van bij ons. Maar ja, ik had daar een slecht gevoel bij en ook weer zo kort na de rust. Maar dan konden we toch vrij vlug gelijk maken via een strafschop. Ik denk niet dat daar echt veel discussie over was, dat Bram Kriel wel degelijk gepakt werd en dat hij dus kon scoren op penalty. De eerste helft was Oscar al eens bestraft voor een swalbe. Ik denk, ja, dat vond ik ook wat twijfelachtig, maar ik denk dat deze strafschop toch gerechtigd was. En van dan af gingen beide ploegen voluit voor de overwinning en was er veel te zien.
Heel snelle omschakelingen, zoals ik gezegd heb, snelle counters, snedige counters. Wetter is een ploeg die wel laat voetballen op sommige momenten, maar dan heel pijlsnel de tegenaanval lanceert. En ook op die tegenaanval moesten we heel attent zijn of we krijgen een tweede goal tegen. En dan ontsnappen we wanneer de Hoekraan de bal slecht raakt en die bal daar in het slijk blijft steken, juist voor de goal. Dus dat had de 1-2 kunnen zijn. En langs de andere kant hadden we ook nog een heel goede kans in het slot van de wedstrijd. Een kans op een shot op de paal, een stuk van afweek. En Glenn van Asten had dan kunnen scoren. Maar ik denk al bij al dat de uitslag correct is. Dat beide ploegen gegeven hebben wat ze konden. En dat ze gespeeld hebben voor wat ze waard zijn. En dat ze dus met de middelen die ze hebben echt het maximum uit hun kwaliteiten halen. En dat verdient zowel voor Wetteren als voor IJssel. Van de mensen respect, denk ik. Oké, dank u wel, Francis Boschaerts, voor deze analyse. Zijn er vragen vanuit de pers naar deze twee heren toe? Kijk, even om me heen. Nee, niet direct. Oké, dan dank ik jullie voor jullie komst en tot de volgende keer.